Dan gaan we nu naar IJmuiden, waar IT-specialist Martin Kooijman van Vinsys IT Solutions klaar is voor zijn column. Kijk maar mee. Samenwerken om grote stappen te maken, ja, dat heeft ons land echt nodig. En daarom wil ik het vandaag met u hebben over het delen van data. We zitten nu midden in een energietransitie. Maar de grote vraag is wel, zien we hier allemaal de noodzaak wel echt van in? En kan het worden gekoppeld aan een zakelijk belang? Niemand wil immers 3 keer zoveel betalen voor hetzelfde product of dezelfde dienst. Waarbij eigenlijk vaak de totstandkoming anders is. Dit alles gaat natuurlijk veel verder dan IT. En raakt ondernemen, de politiek en u als burger. En toch moet het. Sterker nog, persoonlijk zie ik deze noodzaak ook wel in. Maar met een hele duidelijke maar. Het kan niet zo zijn dat de gewone man telkens de eindafrekening moet gaan betalen. En ik ken eigenlijk helemaal niemand die niet wil vergroenen voor zijn of haar kinderen. Maar enorme kosten en dus ook het verschil ten opzichte van wat we hadden en wat we hebben, ja, die zijn gewoon veel te hoog. Zonder subsidies, die we natuurlijk eigenlijk indirect zelf betalen via de belasting, kan het eigenlijk gewoon simpelweg niet uit. En waar komt het dan toch uiteindelijk op neer? Nou, precies, op die slimme ondernemers. Mensen met een andere visie en een andere aanpak. En dan raakt het ineens wel de IT. Want dit soort bedrijven is vaak transparant en deelt data met andere ondernemers, eindklanten of partners. En natuurlijk moet dat veilig en vooral simpel. En dat regelen we in de basis voor onze klanten. Wat voor data deel je dan? Mails met informatie, documenten of echte real-time databases? Informatie uit sensoren? Juist hiermee maken we het onderscheid. En eerder heb ik het met u al gehad over die keten die we beheren. En daar gaat het nu juist om. We kijken verder samen met meerdere partijen naar een gezamenlijk doel. De makers, de verwerkers, maar ook de planners en zelfs de afbrekers. Ook wel decommissioning genoemd. In alle gevallen kijken we mee met de processen. En standaardiseren we zoveel als mogelijk de manier van werken en de wijze van opslag. En daarmee wordt het uitwisselen van de data een stuk veiliger, efficiënter en natuurlijk ook op die manier bruikbaarder. Ik doe dan ook vandaag een oproep om de dialoog aan te gaan en samen te kijken naar een oplossing. Om een hernieuwde blauwdruk te maken waarbij we het gezamenlijke doel moeten hebben om die data te kunnen delen in de cloud. Op deze manier houden we de hele keten transparant en vooral efficiënt naar elkaar. Dan moet het uiteindelijke resultaat hiermee dus ook veel betaalbaarder gaan worden. En daarom rekenen wij ook zo'n lage maandprijs. Doet u mee?